4-0, mijn dames en heren. Wat een sfeer in de Johan Cruijff Arena. Ajax vernedert Olympique Lyon. Een wedstrijd zoals je hem zelden ziet. Je moet luisteren, ja, je moet het gewoon doen. Ajaxinen, daar zijn we weer. Het is donderdag 18 augustus. We zijn er een dagje eerder dan normaal, dan de traditionele vrijdag. Maar dat heeft er alles mee te maken dat er morgen geen persconferentie is en aanloop naar Sparta uit. En dat er eigenlijk wel alweer voldoende is om over te praten. Dat doe ik vandaag weer met co-host Welkom. Dank je. Met collega Flores. Hey. Nou, er is eigenlijk altijd genoeg om erover te, te praten, wat de Ajax betreft. Wij lullen we gewoon door. Hoor. Ja, maar, ja, hoor. ja dat doen we gewoon. Ja. Uh... Dat maakt niet uit. Het is een fijne Ajax-week. Een traditionele uitwedstrijd aanstaande. We gaan op bezoek bij Sparta op het kasteel. Altijd leuk volgens mij. We hebben een open training gehad. Daar gaan we het zeker ook even over hebben. Maar ik wil eigenlijk met jullie eerst even terug naar afgelopen weekend toch. Snik heet in de arena. Maar ik heb wel zitten genieten op de tribune. Ja, nou ja, haal het cliché maar tevoorschijn. Hè. Hiervoor kom je naar het stadion. Nou, en het, het, als dat dan de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen weer is. Uh, ik zei vorige week al, Kruisschaal en uh, Schacht, daar, uh, moest ik missen vanwege vakantie. Ook uh, niet verkeerd. Maar als je dan voor het eerst weer bij de Arena komt aanfietsen. En je het wemelt weer van de mensen die allemaal verwachtingsvol zijn. Door het weer iedereen een voetbalshirtje aan, had ik het idee. En een uh, blikje... Uh, nou, iets groens in de hand. Ja, ja. <laughs> ja de, de, dan heb je al genoeg ingrediënten om er een topmiddag van te maken. En als dat dan op het veld ook gebeurt, ja, dus prima. Ja, weet Helemaal je, eerder zagen we in de eerste helft waarvan we allemaal nog dachten: Oeh, dat bij Fortuna, dat, ja. dat loopt allemaal niet zo lekker. Maar da, daar was zonder geen sprake van. Hè? Vanaf het eerste moment. Uh... Ja, hij nou ja, lag er natuurlijk heel snel in. En uh, ja, als er iemand niet bevangen was door de warmte, was het Anthony wel. Die, uh, dat zei hij na afloop zelf ook. Van uh, nou ja, dit zijn de temperaturen die ik vanuit Brazilië gewend ben. Dus dan moet ik het ook maar laten zien. Nou ja, dat. Uh, dat Hier spelen voor het publiek. Ik blijf ja. het zeggen. Anthony is echt. Uh, Oh jeetje, komt er weer een open deuren cliché aan, maar uh, echt een <laughs> spelig. Oh god, dan moet je moet weer stoppen. Maar, maar uh, nee, ja, dat, dat merk je volgens mij wel, hoor, dat hij daar echt wel heel blij en gelukkig van wordt van de o's en de a's en de. Ja, en zijn medespelers ook hè? Want Steven Bergwijn was na afloop uh, in de persaf en Ajax. Uh, ja, Bergwijn was natuurlijk met zijn drie doelpunten verkozen tot uh, king of the match heet dat hè? Ja, king of the en, match. Uh, ja. Maar als hij zelf het mogen kiezen, had hij op Anthony gestemd. Hij zegt wat die jongen op het veld laat zien. Uh, dat is echt ongelooflijk. Dat is eigenlijk wat ik vroeger op het pleintje deed. En uh, ja, Anthony brengt het gewoon uh, naar, naar, het veld. Naar, het, naar het stadion. En het is vaak nog functioneel ook. Nou, dat wilde ik zeggen, want hij doet het. Het is schitterend om naar te kijken. En het zal niet allemaal functioneel zijn, maar veel is ook wel functioneel. Dat interesseert me helemaal gereden. Nee, nee. ik, 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 ik ergerde me daar ook een klein beetje aan aan de woorden van Schreuder. Dat ja. Nuanceerde die trouwens wel, maar in de, in de kop van. Uh, het filmpje waar ik het over had, ja. is dat, dat hij inderdaad wel functioneel moet blijven. Nee, ik ja, kom naar het stadion. Laat hem lekker we zijn ding doen, ja. Ja joh, je moet een, zeker een buitenspeler moet je nooit uh, um, zijn creativiteit afpakken. We hebben dat uh, denk ik zo vaak gezien. En ik denk niet dat het Anthony gaat gebeuren trouwens hoor. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ik kan me herinneren, Sana. Ja. je ben hem echt vergeten. Uh, Rosales had dat ook. Die begonnen toen heel leuk en frivol en. Uh, so ja, met, uh, in, met een compleet vrije kop. Ja, dan moesten ze en, een en, aan die, denken. En op een ja. gegeven moment moest, mochten ze helemaal balletjes te breed en, en teruggeven, het wel. er bleef helemaal niks van die gasten meer over. Ja, uh, Schreude... Nou, en is, is beter, veel beter. En. Uh, ja. nou, ja, Schreuder nu al zette dat inderdaad plot. wel, want hij zei ook inderdaad wel van. Je, je moet dat ook niet van die spelers afpakken, want dat is juist waar ze goed in zijn. En, uh... Nee, ik een beetje pleidooi van. laten straatvoetballer ook wel vooral de straatvoetballers zijn. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Of voor die OES en die A's. Ja, absoluut. Bergwijn die zei dus: van Ik had op Anthony gestemd. als ik had moeten stemmen op de, uh, mijn Ike Seat van NetZet King of the Match. Ik ben ook wel benieuwd naar wie jullie stem is gegaan. Want ik vond zelf bijvoorbeeld ook Alvarez. gewoon een hele ja, sterke wedstrijd. Alvarez, spelen. Alvarez speelde een hele goede wedstrijd. Die was echt. Eh, nou ja, wij keken ook op de tribunaal aan. Die was echt aan ja. het verdelen. Nou, echt. echt dat heb je maar maar echt met, met op deze manier. Nee, zijn doen. maar ook echt met, uh, met best wel snelle kantwissels. En dat is ook wel precies. Uh, ja, wat de trainer natuurlijk ook wel graag wil zien. En je ziet gewoon echt dat hij daarin echt stappen heeft gemaakt. Want voetballend zag het er gewoon ook echt wel goed uit. Kun, ja, ik bij het even op mijn lip. Maar inderdaad, ik moet uh, eerlijk toegeven. dat Alvarez voetballend wel echt uh, gegroeid lijkt te zijn. Het is niet die, mijn type voetballer. Uh, normaal gesproken. En die was natuurlijk al lekker bezig. Mijn stem zou al, ja, uiteraard naar, uh, naar Anthony uh, gaan. Uh, het is een beetje scorebordjournalistiek. Om nou ja, dan zou je Term ook te Bergwijn gebruiken kunnen, kunnen om Bergwijn. Wein, ja. ja, die is het geworden ja. omdat hij de drie gemaakt heeft. En speelde ook heel goed. Hè. Laten we dat uh, ja. ook zeker. Uh, ja, dat, geven, die, die, die kopbal. Die, 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 nou goed, dat, uh, die, die kreeg hij op maat van, van Anthony. Maar die andere twee doelpunten, dat waren wel lekkere doelpunten. Ja, was knap. En, en, en die week de deed die bij Fortuna ook al zoiets. Ze werd natuurlijk afgevlagd voor buitenspel. Ja. Maar het gemak waarmee hij op snelheid ineens. Ja, zo'n schuivetje richting de verre hoek. Uh, ja, dat, 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 is, dat is lekker. Ja. Maar ja, het. het, het, het het, het spelen voor het applaus. De, de acties die Anthony vooral in de eerste uh, helft liet zien. Ja, daar da, zou ik op Anthony... Ik vind het helemaal prima dat Bergwijn het woord. We zijn pas twee wedstrijden onderweg natuurlijk in de Eredivisie. Dus denk ik nog een beetje te vroeg om te kunnen zeggen hoe Ajax ervoor staat op dit moment. Hè? Klopt. Ik vond Schroningen heel zwak. Daar ja. hadden we het vorige week volgens mij ook over. Dat we uh, een beetje hard hoofd in hebben hoe het daar uh, dit seizoen gaat lopen. Die Wormhoed lijkt me nou ook niet uh, Ja. Uh, een trainer waar je, uh, waar je het linkerrijtje mee gaat halen per se. Hij nee. beetje een, een Hij te heeft liefde, zacht, wel zacht, aardige, aardige man. Weet het uh, te verrassen. Nee, is een oh jawel. Maar. Oh jawel. Dat zal ook best. En, uh... Weet je, het is defensief ook lastig om echt al iets over te zeggen, omdat. Uh, ik vraag me af of Rens basis blijft. Hè? Die, die staat er dan nu in. Ja. Maar uh, daar is natuurlijk uh, Sanchez voor gehaald. Uh, Bessie die mag vanaf komend weekend uh, uh, spelen. Um, ja, wat gaat, wat gaat er dan gebeuren? Uh, uh, komt hij in de basis? Gaat, gaat Blind dan uh, naar linksback en uh, zit Wijndal weer op de bank? Uh, Kaplan komt er nog bij. Nou, het zal niet direct uh, voor AX1 nee. zijn. Maar toch, zeker achterin, uh, ja, zijn er nog best wel wat vraagtekens. En staat het volgens mij nog niet uh, vast dat het uh, de komende weken er ook zo uitziet. Rens lijkt zich wel een klein beetje weer aan het topkrabben. Ik vond hem een de een laatste twee wedstrijden uh, best wel een goede indruk maken. Hoor. Ja. Dus moet je hem laten staan, denk ik. Ten eerste omdat het je eigen jeugdspeler is. Ten tweede, Sanchez. Joh, ga eerst maar eens even aan het klimaat en de uh, omgeving in, uh, in Amsterdam. Neem rustige tijd om te acclimatiseren. Ja. En uh, die gaat dus zoals ze minuutjes uh, maken. En inderdaad, het, het interessante wordt inderdaad: uh, gaat Bessie uh, starten? Of niet? Ja, die ja en wat spelen, gaat er dan, dan nee? gebeuren? Gaat, ga je dan uh, even. Ja, ik denk dat, dat, dat Schreuder blind niet snel meer op het middenveld neerzet. Uh, naar na Sittard. Misschien wordt Wijndal uh, dan wel. Het, uh, nou ja, punt van dat, de rekening. Dat, dat denk ik eerlijk gezegd eerder. Ik denk dan toch dat hij voor zekerheid kiest. en dan uh, blind ja. uh, linksback zet. Als je dan kritisch moet zijn op de wedstrijd van, uh, van Groningen. Uh, het is heel makkelijk natuurlijk om Wijndal dan onderuit te halen. en dat, dat is ook niet mijn bedoeling. maar ik vond dat wel van alle schakeltjes die er waren, degene die nou, het... Uh... dat tegendoelpunt, er waren heel veel supporters... die dat uh, volledig weten aan de, aan de snelheid... of het gebrek aan snelheid van Daily Blind. Ja. Maar, maar, maar ik vond eerlijk gezegd dat Wijndal daar uh, helemaal wijfelend ingreep... of eigenlijk niet ingreep. Nee, klopt. En, uh, nee, ja, precies. En het hoeft niet gelijk de kop te kosten. Uh, ergens denk ik ook, uh, die moet er ook ingroeien. We hebben allemaal al gezien dat die volgens mij als linksback... Uh, Prima mee zou kunnen bij, bij Ajax in de eredivisie uh, met wat hij bij AZ heeft laten zien. Maar ja, dat wordt op, op termijn inderdaad... Uh, die moet het wel gaan laten zien, zeg maar. Dus, de, de, welkom bij Ajax. Vorige week hebben we het ook ja. een paar keer aangehaald. Ja, nog twee van dat soort wedstrijden en dan uh, begint het toch wel... Uh, nou, maar je je speelt natuurlijk gewoon een goede wedstrijd tegen Groningen. Maar dat tegendoelpunt valt relatief makkelijk. Denken jullie dat, nou, dat het, die defensie nou nog wel een punt van zorg is. als je gaat kijken naar het Europese geweld dat gaat komen? Ja, deze, op deze manier wel, ja. ja. Maar wat ik zeg, de, 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 ik, ik, het kan nog best heel goed zijn dat daar de komende weken nog zoveel in verandert. Ja, eens. Nou ja, volgens mij mis je, mis je defensief een beetje stevigheid, zeg maar. Wat ja. je eigenlijk met Sanchez en Bessie volgens mij wel in huis hebt, hoewel we daar nog weinig van gezien hebben. Voetballend uh, staat het volgens mij prima centraal met Timber en Blind. Uh, en Wijndal en, en Rens. Dat was allemaal alle vier maar noemen. Voetballend gaat het allemaal wel, wel, wel prima af. Uh, en dat is in de Eredivisie denk ik ook voldoende. En in de, in de Champions League heb je twee gasten aangetrokken... die, uh, die de beuk erin moeten gooien ook. En uh, ja, laten we ervan uitgaan dat ze dat goed kunnen. Ja. Dat ik, vond, jou... ik vond trouwens Brobby ook in de spits. Hè? Ik bedoel, uh, je bent geneigd om iemand uh, te beoordelen op doelpunten. Nou, hij, uh, hij kwam net niet tot scoren. Maar toch speelde hij een goede wedstrijd. Ja, he? zeker. Ja. Die was zo balvast. Ja. Die bal die hij doortikt op, uh, op Telig. Ja, dat was een goed balletje ook. Ja, wel. die verdedigers krijgen hem gewoon niet, nee. niet van die bal af. En dat is zo'n e extreem goed wapen. Ja. Um, dus die, die, die... Nee, uh, knijpt ook uh, Zoals Bobby uh, afgelopen week speelde, maakt hij echt anderen beter. En uh, Ja, ja dat, is, dat is ook heel belangrijk. Komen we zo ook nog even op terug, want Schreuder heeft daar ook nog iets over uh, geroepen. Maar voordat we vooruit gaan kijken naar Sparta, wil ik nog iets behandelen. Even waar we het deze week toch over moeten hebben, want er stond weer eens een open training... Op het programma Op de Toekomst. We waren er namens ICE Live ook bij. We vroeg even wat uh, aanwezige jeugd: van uh, waar kijken jullie nou zoal naar uit op de training? En nou, daar kwam uh, dit uit voort. Nou, gewoon om lekker de spelers te zien spelen en een fotootje natuurlijk. Ik heb er ook zin in. En ik heb zin in op handtekeningen. En ik heb er gewoon zin in. En kom je nog voor een speciale speler? Ja. Vertel wie? Anthony. Anthony, en waarom Anthony? Omdat hij is heel goed aan de bal is en dat tegen Zakia doen heeft, had hij zo met zijn been gedaan. Oh. <laughs> ja, tegen oh. Shakhtar Donetsk gaat hij zo met zijn heen ja. gedaan. Ja. Mooi, en hij maakte ook, hè, want, uh, je had ook een filmpje, zag ik. En uh, dan deed hij ook echt die beweging naar achter het stadion ja. langs. Ja, ja, nou ja, jij zei het net: daar kom je voor naar het stadion. Nu hoort het op deze leeftijd zeggen ze ook: al dat ja. hakje uh, achter het stadion. Je komt er langs. dus ook voor naar de training. Ja. En het is fijn dat Ajax ja. dat weer eens een keertje faciliteerde ja lang geleden ja. volgens mij onder Ten Hag is het uh, nauwelijks gebeurd denk ik ook door corona misschien wel maar als je zag wat een noodweer het was en hoeveel mensen er dan toch zitten dan ja. dit is gewoon belangrijk hè, voor die band tussen club en uh, supporter nou ja zeker omdat de wedstrijden zijn natuurlijk allemaal stijf uitverkocht uh, lekker uh, nou, we gaan het zo meteen volgens mij ook nog even over de Champions League hebben. Ja. Is die is ook weer loopt, 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 als, als een uh, malle. Je, je zegt de wedstrijden anders tijf uitverkocht. Er is wel weer resale. Uh, ja. Dat die is uh, van start gegaan voor de wedstrijden in de arena tegen Herenveen en Cambuur. Die, uh, ja, dus als je nog geen kaartje hebt, dan moet je vooral even. kijken. Nou, ja. Uh, dus, ja. Dus door resale en een open training geef je mensen die al heel lang hunkeren om een keer. Nou, je hoort het aan de kinderstemmetjes met hun ja. kinderen naar Ajax. Weer. ik wil met mijn zoontje ook regelmatig een keer een wedstrijdje gaan kijken, maar je komt er gewoon nooit tussen. Ja. Ja. En uh, dit zijn momenten waarbij je dan toch even dicht bij de spelers kan komen. Een resale platform is daar ook uh, ideaal geschikt voor als je er even op tijd bij bent. Dan uh, ja. is dat de manier om op een legale uh, en ook betaalbare manier nog een kaart te komen. Want uh, dan hoef je ja. niet naar de zwarte markt uh, toe. Ha, ik, nee, nee, de... ik, had, ik had echt het idee dat, het, uh, dat heel veel echt mensen echt met een heel goed gevoel en blij naar huis gingen. Uh, ik had ook de indruk dat de spelers na afloop van de training... echt alle tijd en ruimte hadden om, om handtekeningen ik uit te delen en selfies wil hier te maken. Ik jullie inderdaad ook net zeggen... ik wil al echt even credits geven aan mannen als uh, Tadic, Klaassen... Anthony, Luca trouwens. Ja, Luca ook, het, ja. Het ja. Het was echt alsof er een douche open stond. Maar ja. de jongens stonden 40 minuten na de training nog handtekeningen ja. en selfies uit te doen. Ja, en op dat moment... Uh, Uitgelekte stift. Ja, op, ja. Dat moment, op dat moment brak er echt een wolkbreuk los. Dus, ja. Uh, ja. Nee, maar uh, ja, dan, uh, echt aanvoeren. wat dat betreft, Tadic en uh, de andere mannen die daar ook stonden. Echt uh, hulde, want... Uh, ja, ja kijk, vroeger gaat. was het iedere dag. Hè? En ik, dan, kon, ja. dan kon ik me ook wel echt voorstellen dat, dat je als speler of... Staf, En je moest iedere keer door die hordes mensen bij Noordbenen binnen of in de meer was het natuurlijk ook altijd openbaar. En elke keer, ook al was je Zagrein, ging je er doorheen en je werd dan beoordeeld: geef jij eh, glimlach je wel genoeg of geef jij mij wel een goede handtekening? En zo niet, was je meteen een klootzak. En nu zien die spelers ook van joh, doe dat nou gewoon eventjes, een paar ja. keer per jaar hoeft het maar. En uh, nou ja, dan zie je welke spelers de echte echte zijn die. Ja, we... maar dat wou ik net zeggen zonder namen te noemen. Je ziet ook jongens die wel echt een stukje eerder naar binnen zijn. En deze jongens stonden ja. na veertig minuten ja. nog hoor, die moesten van het veld gehaald worden. Die van, snappen uh, die het is mooi geweest. Ja. Uh, ja, die snappen het inderdaad. Nou, ja, mooi. Mooi, gaan we verder kijken. Sparta uit, uh, komt eraan. Traditioneel uitwedstrijd op het kasteel. Ik kijk er altijd wel naar uit. Jullie ja. ook, denk ik. Ja, 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 heerlijk. Echt gras, hè? Echt. echt gras. En half drie, net als afgelopen zondag. Echt gras. En gaan gewoon ja. zondagmiddag, half drie, te Sparta uit. Het is Traditioneel, ja. Ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. Uh, op echt gras, inderdaad. Dan ga je je afvragen, nou, gaan we dan ook met dezelfde opstelling beginnen als afgelopen uh, week tegen Groningen? Um, ik stelde die vraag ook aan Schreuder, in ieder geval wat betreft de positie van Bobby. En daarover uh, zei hij het volgende. Kijk, als je als je kijkt naar. Ik heb de vorige week ook proberen uit te leggen hoe de situatie was uh, met Robby van, van de week ook proberen uit te leggen. Kijk, Brian moet gewoon veel minuten maken en fitter worden, en sterker worden. Daarbij moet je ook gewoon heel goed kunnen trainen. En we hadden hem nu op 90 minuten kunnen laten spelen, maar we moeten het gewoon opbouwen, omdat het natuurlijk een extreem explosieve speler is. En hij heeft ook zijn trainingsintensiteit nodig. Uh, en ik, ja, als het deze week gewoon top traint, wat hij ook van de week heeft gedaan, ja, dan is het voor mij gewoon nu, als ik dan kijk naar de volgende tegenstander, ook gewoon een prima spits om op te stellen. Ik had zijn om hem dan niet op te stellen als hij zo weer aangevallen vandaan. Ja, geluidskwaliteit niet het allerbest, maar het komt dat het is opgenomen in, uh, in de perszaal met een telefoontje. Uh, maar ver, de strekking van het verhaal van Schreuder is duidelijk. Op dit moment lijkt Brobby gewoon de nummer één spits. Ja, dat heeft hij wel laten zien. Ja, ja. dat lijkt me logisch. Ja, we hadden het er net al even over zonder uh, te scoren. Gewoon uitstekend gespeeld, denk ik. en de rol die ook van hem gevraagd wordt. Nou ja, het ja, is bijna een luxe dat hij uh, maar 60 of 70 minuten kan spelen. Want dan hou je de rest van de bank ook nog een beetje tevreden. Ja. Kijk, zo'n Luca die kan je misschien in de komende tijd nog wel uh, makkelijk op de bank uh, houden. Maar er zijn gewoon andere gassen die... Uh, 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 zo'n Berghuis, dat is niet per se spits, maar je kan natuurlijk dan een beetje gaan schuiven. Met Bergwijn of Tadic in de spits. Dat Berghuis ook zijn minuten blijft maken. Het is eigenlijk een, uh, een godsgeschenk dat er een paar spelers zijn... die misschien niet helemaal uh, fit zijn. Hoe gek ben het ook ben klinkt. Ik ben wel benieuwd in hoeverre iedereen uh, nou ja, in, het, uh, in het juiste spoor blijft lopen. Als je, ik zag hoe snel Koedus uh, naar binnen was de afgelopen, afgelopen oh ja. Uh, speelronde. Ja, die zitten volgens mij niet heel lekker in. Maar ja, dat is natuurlijk waar we het steeds over hebben. Dat wordt de taak, denk ik, van Van In hoeverre ga je ook het stukje People Management goed voor elkaar weten te krijgen. En ik ben het volledig met jullie eens. Als je bij een topclub als Ajax speelt, weet je dat je ernaast kan vallen. Maar er zitten natuurlijk wel wat egootjes ook binnen. Nou ja, kijk, en die egootjes moet je. Je ziet het aan de overkant van de plas, hoe het daar bij Manchester United gaat met de egootjes. Daar zijn ze de egootjes nog een stukje groter, ook, denk ik. Dan hoeven we het niet al te lang over te hebben. Maar ik vind toch inderdaad welkom bij Ajax. Daar gaan we weer. Ja. Er is concurrentie. Um, en muiten. En kickers in de kruiwagen. En uh, noem dat, dat soort termen maar op. Vind ik altijd pri nou, enigszins prima te pruimen bij spelers die het ook in het verleden hebben laten zien. Ik zou bijvoorbeeld uh, maar als Klaassen zijnde. Uh, ook een keer met de vuist op tafel slaven. Ja. Ja, hoe vaak moet ik me nog bewijzen als Mr. 1-0? E en hoe belangrijk ik voor het team ben geweest? En ik kom weer op de bank terecht. Uh, maar Kudus... We hebben het vorige week, volgens mij, behandeld. Vinden we allemaal een fijne, leuke speler. En die zit er weer aan te komen. Maar echt bewezen basisspeler in het eerste elfte van Ajax. Is hij nog niet? Als dat soort spelers gaan muiten, ja, dan zou ik ook uh, zeggen, joh, ja. Ja, ja maar uh, denk uh, je maar. dat dat... Uh, kijk, bij, bij topclubs, uh, en uh, Ajax, we zien Ajax ook als een topclub. Maar laten we even bij de wereldtop uh, top kijken. Daar, daar heb ik het idee dat spelers nog iets eerder geneigd zijn... om akkoord te gaan met zo'n rol op de bank. Denk je dat dat... Dan puur komt door de status van zo'n club. Dat geld wat ze waarschijnlijk ja, krijgen. Ja. Het salaris wat Inderdaad. ze daar betalen. ja. Dan vind je niet erg om op je. Nee, ja, te ja, sommige spelers ja. niet. Kijk, uh, we moeten niet de romantische gedachte hebben dat het merendeel van de spelers uh, alleen maar minuten wil maken. Ze willen een verbeterd contract hebben. Ja. Daar horen vaak uh, dan automatisch meer minuten bij. Want je krijgt alleen een verbeterd contract als je ook daadwerkelijk veel speelt, denk ik. Ja. En, uh, ja, wie weet is hij daarop uit. Maar goed, dat weet ik niet. En uh, ik hou van Kuduzo en ik hoop heel erg dat hij erbij blijft en dat hij uh, gaat inzien bij wat voor fantastische club die terecht is gekomen vanuit Denemarken. Zeker. En, nou, nou ja, er kwamen ook nog zo ontzettend veel wedstrijden aan en blessures en schorsingen. En uh, ja, het laatste wat hij nu moet doen is ze uh, kont in de krib gooien, lijkt mij. Ja. Even terug naar zondag. Sparta uit dus voor de deur. Uh, wat voor wedstrijd verwachten jullie op het kasteel? Tja, dan vraag je me wat zeg. Ja, nou jij, nee, jij ja, jij zegt al we altijd uh, moeten we moeten gewoon winnen, maar uh, nee, ja, <laughs> dat, dat moeten we ook. dat moeten we zeker. Ja. Ik weet niet een wedstrijd die een beetje tussen Fortuna en Groningen in zit. Ja, Sparta één punt uit de eerste twee wedstrijden. Ik zat even te kijken, we hebben 0-0 tegen Veen gespeeld, 3-2 verloren van een set. valt allemaal niet zo heel veel nog over te zeggen. Wel leuk om daar een speler als Jonathan de Goesman rond te zien Ja, lopen. precies. Ja. Ja. Het is dus leuk voor de eredivisie ook dat dat soort jongens terugkeren. heb je ook met uh, Bas Dos nu natuurlijk, die, uh, die weer in de eredivisie speelt. Ja. Uh, ja. Nee, ervan. we hoeven niet uh, op voorhand heel erg uh, bang te zijn voor Sparta, maar ja. Ik heb er gewoon vooral veel zin in. Ja. Ja, de laatste zes keer is er gewonnen op het kasteel. Dus als we naar de statistieken kijken, dan zou je zeggen: moet goed komen. Maar, Vette zeven jaren maken we vol. Hè. Ja, precies. Precies. Allright. Um, Transferontwikkelingen. Er is sinds vorige week niet zo gek veel gebeurd. We hebben vorige week al het een en ander besproken. Maar na die uh, weerloze show van Anthony uh, tegen Groningen. kwam natuurlijk wel het nieuws naar buiten via Sky Sports. Wat later ook werd uh, bevestigd door Fabricio Romano. dat Manchester United opnieuw van plan is. een megabot neer te gaan leggen in uh, Amsterdam. Na afloop van de wedstrijd tegen Groningen. Groningen sprak Joep Schreuder ook even met Anthony en die zei ook van wat nou als uh, Erik Ten Hag aan de lijn hangt? Daar zei Anthony zelf het volgende over. Anthony door de benen, ja die hebben we nog niet gezien van hem. Toen stuurden ze bekommende. Kijk, Ten Hag, TBA, Jamarr. Eu não sei, eu acho que isso é mais concluído, mais com com meus agentes. Eu estou aqui, eu estou com a cabeça aqui, estou focado aqui, o que for para acontecer vai acontecer. Mas eu estou aqui, estou feliz e vamos deixar as coisas acontecer. Antony. Die kun je ook in het Rijksmuseum hangen. Ja, vrij vertaald komt het erop neer, eigenlijk dat hij uh, stelt van uh, ik ben daar nu niet mee bezig. Ik concentreer me op Ajax en voor dat soort vragen moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. <laughs> maar daarna <laughs> ja, zei hij ja, ja, ja. ook van ik, heb het, uh, ik ben van Ajax in Amsterdam gaan houden. Meestal spelers dat soort dingen gaan zeggen en ja, dan begin dan, ik me zorgen te maken. Ja, 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 ja. Ja. ja, Ik weet niet welke kant het op gaat. Nee, ja, natuurlijk, ja. als je deze vorm laat zien. En, speel, en uh, clubs zoals Manchester United of van die grote, en bedoel, met grote bedoel ik meer de zak geld die ze meebrengen, blijven maar aankloppen. Ja, dan, uh, dan, uh, dan, dan zijn we wel eens als, als Ajax, zijn en als een club uit Nederland, het kind van de rekening. Ja, ah, je moet je me afvragen, wil je daar nu heen? Want een kleren nee, zo is het daar, joh. Nee. Ja. nee, maar ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment ook andere clubs gaan komen. Nou ja, je zou, ja, als Anthony zijn, dan zou je denken, als je, als je hier zo blijft voetballen en je, je bent hier verzekerd van, 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 van een paar rondjes Champions League voetbal. En, en ja, dan komen er ook nog andere clubs voor je kijken dan Manchester United. En, en ja, dan word je gehaald door Ten Hag, dan ben je de grote aankoop. Nou, ik ben echt wel, als het zo doorgaat, benieuwd hoe, hoe lang Ten Hag daar uh, uh, het hoofd boven water weet te houden. En ja, straks uh, wordt hij weggestuurd, dan zit je dan. dan nee, klopt. Ja. Het uh, verstandig zou zijn om inderdaad uh, hier te blijven. Het was wel mooi trouwens, hij had uh, die, die beelden ook bij de NOS dat hij uh, aan het voetballen was geslagen met wat, uh, met wat gasten op het strand van Bloemendaal. Ja, leuk ja. Ja, ja het, is, het is toch mooi dat ja. je Anthony tegenkomt te zeggen: zo even, en zo op, even een voetballen. balletje trappen. Ja, is goed. Ja, ja, ja en mooi. dat deed het ook, jazeker. Ik zag gisteren zijn landgenoten ook uh, een heel aardig uh, spelen bij FICA. Ja, Neres, ja. Is, Neres, Neres is weer blij, hè? Ja, ja. Nou ja je ziet wat vertrouwen ja, is, doet. En een omgeving nou ja, waarschijnlijk waar hij zich prettig voelt. Dat zei, dat zei Bergwijn ook na afloop van, van Groningen thuis. Hij zegt, uh, ja, ik, heb, ik heb hier in Amsterdam echt heel snel het plezier in, in voetbal teruggevonden. En hij zegt, ja, het is net als met echt werk. Als je het ergens naar je zin hebt, dan, dan, ja, dan gaat het vanzelf. Precies. Dus Anthony, als hij verstandig is, denkt hij even na aan het wonen in Manchester. En de klerensoort die het daar nu is. De druk die er ligt, die moet echt meteen presteren. Ja, dan, dan zou ik inderdaad uh, dat nu even opzij schrijven. Als ik ben ook was. wel benieuwd hoe happig ja, hij daar zelf ja, is. Ik, uh, ja, ik denk dat het uh, te betalen geld ook wel meespeelt, hè? Uh, ja, vast. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat, weet ik veel, een Real Madrid nog eens een keer komt aankloppen. Ik hoop het niet, hè. Maar zouden maar als jullie denken je dat hij qua mee. qua qua type voetbal wel in de Premier League zou passen? Nee, Want ik denk... zou me eerder in, uh, bij inderdaad een club als Real uh, ja. zien. Dat, dat draait nu ook lekker. Daar word je door uh, landgenoten opgevangen... met jongens die heel ervaren zijn. Er is volgens mij relatief veel rust in die club... doordat ze de laatste jaren natuurlijk wel weer... aardig wat prijzen hebben gewonnen. Uh, daar kom je volgens mij uh, veel ja, geleidelijker uh, het elftal in... dan dat je bij Manchester United als grote aankoop gehaald gaat worden. Want stel, ze komen met die, weet ik veel, 90 miljoen. Nou, dan ligt er zo gigantisch veel druk op je... want dan, wil, dan willen ze daar in Engeland wel even zien wat je kan... En dan bij de eerste De beste actie uh, gaat je kop er al af, bij wijze van spreken. Ik wil hem dat dan even bij jullie in de waagschouw gooien. Los van of Anthony het zelf wel of niet zitten. Maar stel, jij zit in die bestuurskamer en er komt een bod tussen de 80 en 100 miljoen. Moet je dat nu accepteren? Of zeggen, blijf hier nog maar even een jaartje spelen? Dat laatste. Ik denk nou, namelijk dat hij dat volgend jaar nog steeds waard is. Ja, gaat niet minder worden. Zeker niet na een denk WK, je denk je? Nee, ja, ja kijk... Ik, dan zou je misschien hem uh, na het WK in de, in de, in de wintertransferperiode. Ja, zou ja, je dat al kunnen overwegen of je het dan wel doet? Je kan je ook afvragen: is er uh, buiten ten Hag met Manchester United een club die, die zoveel geld wil neertellen voor een speler als Anthony? Ja, kijk, het is. Het is dat, dat zal een achteraf dingetje zijn. Weet je, stel inderdaad dat dat bot komt nu en je weigert het. En hij, uh, weet ik veel, verdraait zijn enkel en kan nooit meer voetballen. Dan gaat iedereen natuurlijk roepen. Had toen dat geld maar gepakt. Ja, nou, dus dat is met, een, beetje, een beetje meer rest, rest, Net wat ja. we net meer rest gehad hebben. Ooit. Ja, of wat ja. ze toen ooit bij, bij die jurken van Feyenoord hebben gehad. Weet je, kreeg ja, ze, geloof ja. ik, 19 miljoen van nu. Ja. En uiteindelijk ja. ging hij bij de gratis de deur uit. Ja. Um, dan hoeven we niet te, te vaak naar jullie te kijken. Want dat zou ons ook al uh, overkomen zijn. Maar in dit ja, kijk. Ervan uitgaande dat Anthony uh, blijft spelen, niet ernstig geblesseerd raakt. en volgens mij wordt hij alleen nog maar beter gezien zijn leeftijd en dat zijn potentie. Ja. dan is hij dat, geld, uh, voor dat bedrag volgend jaar ook nog wel waard. Ja, nee, en hij ja, heeft ik, een langdurig ik, contract. Ja, dus plus is ook plus niet dat, dat je niet. natuurlijk gewoon met Anthony een, een betere ploeg hebt... Uh, die geld kan verdienen in de Champions League. Ja, ja, ik, ja precies, precies. Ik ben het ook volledig met je eens hoor. Ik ben een enorm liefhebber van Anthony. En ik denk ook dat je ook als je zo'n bedrag binnenkrijgt... dat je niet zo makkelijk een, een, een vervanger haalt. En dan kan je wel gaan schuiven met bijvoorbeeld Berghuis naar die positie... of met Tadic naar een of Bergwijn naar een andere kant. Maar, Concesao. Maar dat is natuurlijk... No Concesao, die heeft ook tijd nodig om te rijpen. Nou ja, de, volgens mij volgende week ook al gezegd dat, uh, dat het scenario om concessiaal nu vast te leggen als vervanger van Anthony want dat ja. Anthony ooit een keer gaat dat lijkt dat me logisch ja. en het mooiste voor Anthony voor concessiaal en voor ons allemaal als supporters zou zijn dat dat volgend jaar in de, in de zomer gebeurt dan kan je hem langzaam klaarstomen geleidelijk wat minuutjes gaan geven laten wennen aan Amsterdam eigenlijk wat we nu net zeggen met, uh, met Neres uh, nee voor uh, wat we Conceciao. Ja, nee, maar ik, moet, ik gaf net het voorbeeld bij Real Madrid bijvoorbeeld. Als je bij zo'n club nu binnen zou komen, ja. en je kan gewoon langzaam maar zeker in het elftal uh, groeien. Ja. En wij doen dat andersom met een speler als Consociaal, die achter Anthony uh, nou ja, het spel zich eigen kan maken, ja. kan acclimatiseren, noem maar op. Dan, dan zou dat voor iedereen het beste zijn. Ik ben wel echt benieuwd hoe de komende weken. Dat wordt echt nog wel spannend. Ja, wat ja. dat betreft laat maar 2 september zijn. Ik vind altijd die transferperiode hartstikke leuk met al die updates. Maar ik heb nu wel zoiets van: het is wel mooi geweest een keer. Uh, ja. een keer ja. dus, uh, nou, Schuur is wel, uh, hè? zagen jullie ja. hem gisteren aankomen in Torino? Met Schaaltje, of in hè? Ja. Ja. Met Schaaltje. Vond ja. Ja, uh, je, groot... je hem goed staan? Nou ja, ja, ja een beetje. Ja. ja, ik weet niet zo goed. Ja. Nee, maar ik ben terug. vooral benieuwd van gaan we die jongen toch niet missen? Want ik, ik heb er gewoon even naar zijn statistieken zitten kijken. Maar bijvoorbeeld afgelopen eredivisie seizoen... heeft hij toch gewoon 22 keer is hij in actie gekomen. Weliswaar dan ook vaak als invaller. Maar het had wel ook te maken met dat er toch steeds... een beroep op hem moest worden gedaan bij blessures, bij nou, noem het. De, ja, ik kijk niet naar statistieken. Ik kijk eerder naar wat ik op het veld uh, zie. Daar uh, ja, ik, uh, ik denk dat we met Schuus een een reservecentrale verdediger in huis hadden... die beter was dan degene die, die dat voor hem altijd waren. Westerman, ja. uh, Heitinga helaas. Ja. Maar die, die kwam terug. Er was toch Daar nee, was weinig meer van over. Uh, wat dat betreft was Schuus echt wel een, een betere uh, versie daarvan. Um, maar ja, een basisplaats zag ik hem bij Ajax niet meer zo snel gaan krijgen. Dat had ik ook minder, maar ik, ik vond het wel een ideale twaalfde man. Om het ja, maar te ik zeggen. snap voor hem wel ja. dat hij na vier jaar dat niet meer wil zijn. Eens, eens. En uh, dat Ajax in, inderdaad nu meewerkt aan een, uh, aan een transfer. Die, en, en ze waarschijnlijk dus met een Turkse uh, verdediger die de leeftijd had, die Schuus had vier jaar geleden, het opnieuw willen gaan proberen. Helemaal prima. Ja, want je noemt hem al Kaplan, waarschijnlijk uh, dan de opvolger van Schuurs. We hebben het net al over die defensie gehad. Denk je dat die daarmee dan ook rond is? Of heb je dan toch nog iets meer body zekerheid nodig? Of denk je met Bessie, wat we net al zeiden, en, uh, en Sanchez, dat dat wel volstaat? Ja. ja, op een gegeven moment houdt het op. weet je wel. Dan, ja. kijk, ik, ik, ik ben altijd voorstander van uh, spelers die zo goed mogelijk kunnen voetballen, ook al ben je verdediger. Uh, dat gaat vaak niet gepaard met hele stevige grote jongens. Nou, daar heb je volgens mij wel inderdaad twee van in huis waar we nog weinig van hebben gezien. Ja. Um, en Kaplan, ik ken hem niet. Uh, nee, ik ik ga vanuit dat je goed kan voetballen. Ja, nou, daar gaan we allemaal maar vanuit. Het, uh, het blijft in ieder geval tot 2 september uh, blijft het allemaal spannend wat er allemaal gaat gebeuren. En ongetwijfeld tot we in de komende weken in deze er nog geregeld op terug gaan komen. Want uh, zolang de markt open is, is er altijd beweging. En uh, het is altijd maar weer de vraag wie er op 2 september allemaal nog op het veld staan. Gaan we door even naar de agenda, want er zitten wat, uh, ja, toch wat leuke momenten aan te komen. Met, uh, we hadden het er net al over, de loting van de Champions League. Ik heb net even een printje voor jullie man gemaakt met de, de huidige potindeling tot nu toe. Nog niet alles staat vast natuurlijk vanwege de voorrondes. Maar donderdag 25 augustus gaan uh, de balletjes in de koker en gaan we weer, uh, gaan we weer loten. En ik ben toch even gewoon, gewoon altijd vooraf even leuk om mening te peilen op, van op wie hoop je nou. Tja, dat zijn wel goede namen tussen hè. Zullen we eens even opnoemen? Pot 2? Ja. Ja? Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Sevilla, Red Bull Leipzig en Tottenham Hotspur. Ja, roept u maar. Want wij ook. zitten in pot 1, hè, voor de ja. goede orde. Dus een van deze, uh, ja, toch wel hele sterke clubs uh, ga je uh, pakken. Een ik ga voor een, voor een affiche, ja. altijd. Uh, in ieder geval één groot affiche uh, waar je echt gewoon zin in hebt. En waar je... Ja, welke zij pakken dan, als, je, als jij het balletje... Nou, ik kijk dan ook wel naar wat is een leuke uitwedstrijd. En, dat, en dan is de plas over altijd uh, het simmen. Dus Liverpool of Chelsea of Tottenham. Ja, ja ik sta, maar ik, ja, ik, mijn, ja, deze staat er heel lang boven aan mijn lijstje. Dat is uh, Sophia. Ja, ja om, om andere redenen of vanwege het weer ja, ook wel. En ja, mooie misschien ook uh, En nog, nee, nog even nazomeren. Mooie mooie betonbak. Ja, heerlijk man. Ja. Ja, een nee, toffe, toffe doen, club ook gewoon. Ja, ik heb ook heel veel zin om Barcelona een pakje te geven. Maar echt hard. Nou, dat, dat is. Dat, dat het is ben niet ik ook, gezegd dat dat nee, gebeurt. Maar... Nee, dat inderdaad zeker niet gezegd. Maar <laughs> ik heb dat ook wel een beetje. Ik denk dat heel veel ajax nou, niet, niet, liever niet naar Barcelona. Daar hebben ik al een keer. een uh, paar keer gehad. Dus is allemaal niet zo spannend. <laughs> ja, maar stiekem Ja, maar stiekem zou ik het ook wel leuk vinden om inderdaad gewoon Barcelona. Ik op heb plek zoiets te tegen zetten. Barcelona. Ja, ja echt, ik ook. Ik vind het echt verschrikkelijk. Helemaal wat er nu. Geen club, man. Maar goed, de luisteraars haken af uh, nu. Ja, ik nee, ga ja ook voor ik, volgens mij uh, alles behalve uh, Juventus, Atletico en Leipzig, zou ik zeggen. Duidelijk, ja. ja, potje drie er ook nog even bij pakken. Ja, joh. Ja? Ja. Nou, ja. mag jij ze opzommen, Jordi? Ja, Borussia Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Internationale, Napoli. Benfica is nog niet helemaal zeker, maar zijn er bijna Sporting en Bayern Leverkusen. Nou, uh, de kans is dus groot dat, uh, dat het uh, Duitsland-Oostenrijk. Uh, of weer uh, die, Lissabon, Lissabon. Uh, wordt. Ja. ja, die hebben net ik, ik zou zeggen, uit deze uh, pot: Napoli. Ja, dat zou ik ook tof. Lekker Heerlijk rauw. Ja. Ja, en ja, Maradona. Toch ja. wel ook gewoon. Zeker. Komt en zieker. volgens mij hebben we Napoli ook nog nooit in een echte wedstrijd gehad. Althans, ik kan het me niet echt uh, herinneren. Nee. Dus het zou wel eens leuk zijn. Ja, Italië leuk, is niet altijd even leuk uh, voor een uh, uitsupporter. Nee. Zeker niet zo'n rauwe stad als Napoli. Jacques, spelen die in Polo ook? Ik uh, denk het wel. denk ja. het wel. Hè? Dat is, is eigenlijk door de hele situatie daar ook nu niet uh, de meeste ideeën. Nee, daar hoop ik niet om. Te ja, op. Het. Bij Leefkursen vind ik wel een leuke club, maar ja, qua stad is het ook saai. niet echt. Dat is echt verschrikkelijk. Het <laughs> ja. ligt gelukkig in de buurt van Keulen. Dat ja, is Keulen, leuk. Is wel echt, Keulen is echt leuk. Keulen is leuk. Het ligt er 10 kilometer vandaan, dus mocht je daarheen gaan, dan. Ga dan naar Keulen en niet naar Leverkusen. Dat is ja. echt geen ja, rete beleven in, daar. Ja. Internationaal, ja, ik vind Milaan ook echt helemaal niks. Ja, en nee. Dortmund, uh, Benfica en Sporting heb je allemaal net gehad. Ja. Inter is wel leuk voor als je nog nooit een Sassiro bent geweest. Nee, dus is het wel het, een van je laatste nee, kansen. Dat die ik, gaan een uh, nieuw, is, uh, nieuw ja, nieuwe stadion bouwen. Dat ben ik met je eens. Dat is, uh, Sassiro gewoon, moet je wel een keer gezien hebben. De, heen, de nee, wedstrijd zelf uh, kan heel tof zijn. Maar de stad Milaan vind ik zelf nee, meer. Nee. Ja, en Dortmund inderdaad net gehad. Ja. Salzburg hebben we nog een rekening openstaan. Ja. Ooit met de rook naar kan je eraf Nee, Napoli. Ik denk dat we potje 4 gaan overslaan, want daar is nog te veel onzeker. Dus dat, uh, ja, de enige, enige zekerheden daarin zijn Olympiek Marseille, Club Brugge en Celtic. Ja, ik zou. Zo. Uh... Als Celtic of als Rangers het zou halen, dat zijn wel mooie tegenstanders Dat natuurlijk. zou leuk zijn, als Rangers ja. het haalt. Ja. Ik weet niet tegen wie ze moeten, maar... Nee hoor <laughs> <Even opzoeken. laughs> nee, succes daar. Weet ik veel. Ja, zoek het uit. Ja. Die koppelen er wel weer drie in. Die kunnen alleen maar koppen joh. Dat is echt niet ja. te geloven hè. Ja. ja. Doen ze goed, maar ja, voetballers ziet het er allemaal niet zo heel uh, lekker uit. Maar uh, ja, tot nu toe uh. Ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Maar in ieder geval, uit, volgende dag. week dus die loting. En dan op vrijdag gaan we weer podcasten. En dan uh, kunnen we heerlijk gaan bespreken wat eruit is gekomen. En waar we daadwerkelijk uh, naartoe mogen. Lekker man. Um, ja, Floris, jij had hem al even aangekaart rondom die loting. Vaak ook de lancering van het derde shirt. Hè, dat zal er ook wel weer aan zitten te komen. Ja, nou, dat komt er wel aan, ja. Ja, ja nou ja, er zijn al, al veel uh, ontwerpjes uitgelegd. Ik denk niet dat heel veel mensen nog verbaasd zijn uh, hoe je eruit komt te nee, zien. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, 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 wat is jullie eerste oordeel? Uh, nou, het is. Uh, ik ben er zelf niet kapot van. Het maar, wordt niet voor een veertiger gemaakt. Maar, nee, dat sowieso niet. Maar ik denk wel dat het een shirt kan zijn dat uh, mede uh, door, de, door de al die niet successen die je erin haalt, die, die kan groeien op je, weet je. Dat je dat je hem in de tijd toch tof gaat vinden of zo. Ja. Nou, ik denk dat die op voorhand heel tof is voor de wat, wat, wat jongere generatie die in dat merk. Ik ga hem dan niet noemen. Want ja. Dat mij, die zal die keihard gaan. Ja. Zal die echt inderdaad door het dak uh, gaan? Um, en volgens mij zijn er wat silhouetten van, van straatvoetbalpleintjes ja, van op. Best wel ja. tof op, op dat vlak. Maar ja, nee. Uh, dat de, de derde shirt van vorig jaar, dat wordt voor mij gemaakt. Precies. Niet letterlijk. Precies, maar ja, of het ja. een thuisshirt van vorig jaar met het oude logo. Daar loop ik over twintig jaar waarschijnlijk nog in. Ja. Uh, dat wordt voor de wat oudere generatie gemaakt. Dit is voor de jongere generatie, denk ik. En Dan gaat hij heel populair zijn, uh, verwacht ik ook wel. Maar uh, ja, persoonlijk... Uh, yeah. Niet echt. Nou, we gaan hem volgende week nog wel even iets uitgebreider onder de loep nemen, want dan weten we echt hoe die eruit ziet. <laughs> ja, dus dan uh, kom, komen we er nog een keer op terug. Dan is het even tijd voor een quizje. De wie ben jij dan? De eerste winnaar van vorige week, even bekendmaken. Dat waren we natuurlijk vorige keer vergeten. Vorige week heeft uh, gewonnen Wouter van Doorn. Hij gaf het, het juiste antwoord. Er kon één zijn Jan Vertongen. Volgens mij hadden jullie hem ook uh, vrij snel. Heeft Jan, Jan Vertongen gewonnen? Jan Vertongen die heeft <laughs> niet gewonnen, maar no. Wouter van Doorn wel. Die gaf het juiste antwoord met Jan Vertongen. En die uh, wint dus uh, twee kaartjes voor Ajax-Kambuur. Uh, van harte, Wouter, door het contact met jou. Wat opgenomen. Is, uh, dat, dat schiet me zo'n soort van quizvraag nu naar binnen. De overeenkomst, of eigenlijk de, de connectie met Jan Vertongen en Kambuur. Is dat, was dat niet dat, dat die doelpunt dat hij die, die bal yes. uh, wilde ja. teruggeven? Ja, ja, en met ax 2, ja, dat ja. hij terug wil geven, dat hij hem even ja. over die breed labelde. Daarnaast ja, dat is volgens mij hier in de arena ook. Ja, ja nee, die, be die beelden staan op YouTube, dus ja. Ja, dat is ja, leuk om je even ja. op ja. te binnen Ja, nee, zeker waar. Dus uh, nou, Jan Vertongen levert Wouter van Doorn in ieder geval twee kaartjes voor Ajax-Kambuur op. Vandaag dus. uh, gaat, staat er weer eens een boek, uh, uh, te, valt er te winnen. Het is het boek uh, Voetballiefde Zonder Grenzen van Hans Douw, uh, de groundhopper Vaderlands, volgens mij heb jij hem al gelezen, hè Roy? Ja, is te gek. Die man heeft echt, die reist de hele wereld. Die gaat, die gaat vier keer, vier, vijf kippen per week gaat hij naar voetbal. Waar dan ja. ook, van Luxemburg tot uh, nou ja, de bekendere landen, maar ook zeker hele obscure plekken. Dat is echt te gek. Ja, nou, echt je, kan hem, je kan hem winnen, dan moet je alleen wel even dus het juiste antwoord geven op de wie ben jij dan uh, van vandaag. Volgens mij is hij te doen, maar ik laat vooral aan je eigen beoordeling over. Dus uh, hier komt hij. Ik heb natuurlijk uh, vooraf altijd geroepen dat ik uh, richting het buitenland wil gaan. Alleen uh, ja, dan komt het wat dichterbij natuurlijk. En uh, ja, dan ga je wel echt, uh, echt goed nadenken van wat wil je nou echt. En, uh... Hebben jullie hem? Ja. Ja, 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 ja. ja, duidelijk. Dan hoeven we hem ook niet nog een keer te nee, laten nee, horen. Nee. Als je hem weet, dan uh, kan je uh, je antwoord insturen... samen met je lidnummer en postcode naar redactie.svajax.nl Dus nogmaals naar redactie.svajax.nl En dan maak je kans op dat boek uh, van Hans Douw. Ik ga er ook gelijk bij zetten. Volgende week vooral, zeggen vooral uh, volgende week luisteren... want dan gaan we helemaal een toffe uh, prijs weggeven met de Wie ben jij dan. Dan vallen er namelijk gelijk Champions League kaarten Always. te winnen. Dus dan dan, dan neem ik aan een, uh, dat de opgave ook wel iets lastiger is. Dan maken we hem even wat lastiger. Ja, precies. Dus, uh, maar dan heb je ook wel een serieuze prijs. Ja. Top. Gaan we nog even kijken, staat er verder nog uh, iets wat er besproken moet worden? Um, ik had een puntje opgeschreven, die net al kort is besproken, het resale platform. Uh, maar we kunnen in ieder geval concluderen dat dat tegen Groningen wel een succes was. Ja, want, er waren zo'n uh, ja, zo 3000 kaarten uh, uh, in de resale gegaan. Dus seizoenkaarthouders die uh, met één klik op de knop via de app hun kaartje uh, in, ja, in de kaartenmarkt zetten, zeg maar. En uh, al die 3000 kaarten die zijn ook gewoon verkocht. Dus, maar je zag het uh, ook meteen. Hè? Ja. Het echt een stuk voller. Voor ja, het me is voor. echt fijn dat dit nu bij Ajax uh, eindelijk uh, uh, te doen is, zeg maar, of uh, ja. dat dat, dat uh, op die manier aan, uh, je kaarten nog kwijt kan. Zowel voor de supporter die zijn kaartje kwijt wil, die weet, die is verzekerd dat uh, dat zijn kaart ook in handen komt van een andere Ajax ziet. En niet een of andere uh, nou ja, toerist die via de zwarte markt een kaartje koopt. In Engeland is, is, was dit ook altijd de manier om aan kaarten te komen als je een keer naar de Premier League uh, wil. StubHub, volgens mij heet het daar. En uh, ja, het dus is goed dat het bij Ajax nu ook gelanceerd is en het succes blijkt. Dus ja. is maar ja, het leuke is wel dat als het uh, wedstrijden zijn waar geen uh, clubkartverplichting uh, op rust, zoals Groningen thuis. Maar dat geldt ook voor Cambuur en uh, Heerenveen thuis. Uh, kan dus ook echt iedereen, uh, uh, ook gewoon, uh, ja, zeg maar, die kaartenmarkt opgaan en, uh, en kaartjes uh, kopen. Zoals er afgelopen week te Groningen waren er gewoon twee ja, toeristen. Die, die kwamen hier bij de Stadionkassa aan. En, uh, en die stelden de vraag die heel veel toeristen voor hen ook stelden: van, Joh, zijn er nog kaarten voor de wedstrijd vandaag? Nou, normaal gesproken was dat een tamelijk kansloze vraag. En nu uh, wezen ze vanuit het hokje die mensen op de kaartenmarkt. En uh, ja, die konden ter plekke uh, kaartjes ja, voor Groningen kopen. Dus uh, er is niks met, met uh, mis. Met Toeristen die een keer naar een ijswedstrijd willen, maar um, nee, het is goed dat dit platform inderdaad nu is. Omdat je dan op een legale en betaalbare manier aan je kaarten komt. En uh, ja, de zwarte markt daarmee uh, volgens mij een halte toeroept. Zeker, maar ook voor leden van de SWA is het natuurlijk mooi. Want dat, uh, dat is gewoon een extra kans. Uh, zeker uh, als je de, wel de wedstrijden hebt waar dan nog een clubkartverplichting ja. op zit. Zoals bijvoorbeeld als Ajax PSV of zo komt. Dan kan je als SWA-lid alsnog via die oh, e ja. ja, 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 IJssel ja. uh, proberen erbij ja, te ja, zijn. Dan, dus dan is het, dan gewoon, is het voor uh, die toeristen lastig. Ja, die toerist is dan ja, gewoon ja, kansloos. Ja. 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 maar dan heb je als SWA-lid wel wat meer kans. Dus uh, voor onze leden is het ook uh, denk ik alleen maar een toegevoegde waarde dat dit platform er nu is mooi. Nou ja, goed. En sowieso ook, ook gewoon voor de sfeer in het stadion. Anders had je afgelopen uh, zondag 3000 extra lege stoeltjes gehad. ja, Die waren nu gewoon gevuld. Dat is altijd goed. Absoluut. En natuurlijk ook voor de seizoenkaarthouder die een keer geen vriend, kennis of familielid heeft, dat ja. hij uh, er nog wat voor terugkrijgt. Dus dat is het de resale platform. En dan nog nieuws wat er deze week bekend werd. Jan Wouters keer terug bij Ajax. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. Ja, die, die, die heeft natuurlijk niet uh, de. Als, als hoofdtrainer is, hij, is, is het eigenlijk nooit, nooit gelukt. Er uh, was hem dan ook gewoon niet op het lijf geschreven. Een rol in de schaduw past hem, uh, past hem beter. Ja, en, maar wat uh, gaat hij doen? Stofzuigen? Nee, nee, nee. Hij, uh, <laughs> dus hij, gaat, uh, nee, hij gaat als, als, als je. Ja. Uh, voor de jeugd aan de slag. Ja, ja, het is alleen maar goed inderdaad dat je. De, dus hij de wordt oude, ervaren mensen terugziet ja. op die manier. Ja. Specialisten trainen bij onder 17 en uh, assistent bij onder 18. Ja. Wat, wat, hij, was hij niet assistent bij Fortuna vorig jaar ja. of ja, zo? Samen ja. met Rob Afelen volgens mij. Ja, klopt. Is een heel Utrecht bol werkt daar op de bank. Ja. Ja. Ja, is dat ja, maar... Hij heeft wel grappig. Hè? Want uh, kijk, uh, wij weten allemaal wel uh, hoe Wouters als voetballer zijn sporen heeft verdiend. En dat dat gewoon echt een grote naam was ja. en gewoon echt een hele goede voetballer. Um, maar ja, die kinderen van nu, zeg maar, die daar op de toekomst lopen. Ja, ik denk dat ze wel een bijlesje nodig hebben wie er voor de groep staat. Ja. Ik weet niet, ik heb bijvoorbeeld zelf een keertje ooit. toen ik nog, nog voetballetje was, klein, zeg maar. Klein Florisje. Was je dat ooit? Ja, nou? ja, ik was ooit een klein voetballetje. En uh, ik speelde bij Odin 59 in Eemskerk. En toen kwam. Veeltje uh, op de achtergrond. Ja ja ja, 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 precies. En toen kwam Gerrie Muren gasttraining geven. En mijn vader was helemaal van, oh ja, Gerry Muren, je gaat krijgt, je krijgt training van Gerry Muren. En ik had als kind echt, dus ja, geen idee hoor. Ja. <laughs> ja. ja, weet ja, ik, nee, weet dat ik veel? Dat hebben dat hebben, ja inderdaad. Er zijn natuurlijk heel veel hele aansprekende echte Ajax-voetballers. Ook, ook zelfs nog uit die generatie die misschien de huidige jeugd nog steeds wel kent, want die staan op YouTube wel te vinden. Ik denk dat er van Wouters niet per se heel veel op YouTube staat, mm, anders dan zijn, nee. ellebogen, zijn elleboog tegen Gascoigne ja, <laughs> ooit. Ja. Uh, ja, terwijl hij, terwijl hij toch ook uh, wel echt gewoon een goede voetballer was. Hè, het is, nee, het ja, is meer dan uh, Jantje Beton, zeg maar. Zeker, gaf hij niet de voorzet op de omhaal van Van Basten? Nee, het was Muren. Nee, oh, de omhaal bedoel je? Oh, sorry. Nee, ik Bos. dacht dat je de, de finale goal in 88 bedoelde. Ja. Volgens mij kwam de voorzet van uh, Voet van... Ah goed, maakt niet uit. Ja, dat is allemaal een beetje voor, voor mijn tijd. Bij mij staat Wouter zeg vooral bij als de trainer rond het jaar 2000. Ja. Zo wil je hem niet herinneren. Ajax, ja. oh, maar dat, die had het uh, slecht hè. Ja, Peuk hier ook. Och, ja. ja. ja, die, ja. Die, heel nerveus kwam hij ja. inderdaad over, ja. Dus, uh, ja, ja maar rol, denk ik kijk, als, je, kijk, uh, als je als trainer op de achtergrond in de schaduw gewoon je ding kan doen en daar ben je goed in. Maar natuurlijk als hoofdtrainer ook bij Ajax kwamen er, er zoveel andere dingen bij kijken en dat was die man gewoon helemaal niet op het lijf geschreven. En dat ja, ja. is ook niet erg, dan, dan kan je maar op één manier achterkomen. Daar is Van Bast ook ooit achtergekomen. Ja, ja soms, uh, soms gaat iets het wel en soms met Een paard en een ruiter of zo toch? Ja, iets met een paard en een ruiter. Ja. Volgens mij hebben we alles uh, wel weer zo'n beetje besproken. Ik weet niet of er vanuit jullie nog toevoegingen zijn, mannen? Mm -hmm. Nee. Blijft stil nee. hoor. Dus uh, dan wordt het gewoon lekker genieten van Sparta Ajax komend weekend. Zou van Gaal weer uh, met het Clublied van Sparta gaan meezingen. Ja, zingen? dat was of mooi. Die, clublied van Ajax. Uh, <laughs> ja. Ja, hij is wel leuk toch? Vol passie stond hij op die tribune. Ja. Ja. Zou ja, hij weten dat de camera op hem stond of niet? Ongetwijfeld. <laughs> ja. Ik ben wel geneigd er te denken. Maar ja. goed, uh, ja. Nee, joh, het is mooi. Sparta Ajax, met volgende Louis. week loting Champions League. Dan zijn we sowieso weer terug. Want daar willen we natuurlijk uh, ook weer uh, volop over praten. Maar dit was hem voor deze week. Uh, veel plezier op het komende weekend.